Ik denk dat mijn positie of mijn sleutelrol eigenlijk bepaald geweest is door eerstens mijn onderwijsopdracht en dat ik tentoonstellingen maakte in Sint-Lucas, maar die waren altijd toen de zaterdag en de zondag. Dus we kregen eigenlijk de mogelijkheid om tentoonstellingen te organiseren in het Museum voor Sierkunst, nu het Design Museum. En dan is het begonnen met de oprichting van Stichting Architectuurmuseum samen met Christian Kiekes om eigenlijk een soort platform te geven voor onze generatie. Want je moet weten, in die periode van de jaren 80 en 83 was er niets in Vlaanderen. Hè. Laten we zeggen, het was bijna zo leerder vacuüm wat betreft publicaties en zeker wat betreft tentoonstellingen. En we hebben hier dus tentoonstellingen gemaakt jaarlijks met werk van jonge architecten, die nu eigenlijk allemaal behoren tot de 65-plussers bijna. Dus, maar ik bedoel, het is een belangrijke rol geweest om tussen 83 en 91 met onze, dan het eindpunt bijna van de stichting, de grote Biennale van Venetië, 91, waar we eigenlijk onze generatie uitvoer hebben getoond. Niet één architect getoond, maar een selectie van een aantal architecten uit Vlaanderen. De grens tussen architectuur en design is vrij nauw. Denk maar even aan mijn beste vriend Maarten van Severen. Maarten, architectuur en het ontwerpen van objecten, meubelen, lagen heel dicht bij elkaar. Dus dat wil zeggen dat ik durende die periode van de twee biennales in Kortrijk, 96 en 98, ik zowel architectuurtentoonstellingen heb gemaakt als design. En ik denk dat dat juist in 96 was het een tentoonstelling samen met Jean Louvel en ook over Portugese design met de projecten of de objecten beter van Alvaro Siza. En in 1998 heb ik dan een tentoonstelling gemaakt met Rolf Velboom van Vitra met eigenlijk ook een accent te leggen op het werk van Maarten van Severen. De relatie tussen geschiedenis en architectuur heeft me altijd geboeid, want ik heb zelf zitten twijfelen als ik architectuur ging studeren of geschiedenis. Uiteindelijk is het architectuur geworden, maar tijdens mijn studie ben ik geïnteresseerd aan het werk van IJsseling. Ik kom uit Oostende, dus het postgebouw van IJsseling kende ik als student. En het is eigenlijk daardoor dat we hier in het Designmuseum heb ik de eerste tentoonstelling in 1978 gemaakt met de meubelen van Gaston IJsseling. Dus eigenlijk geen overzicht, dat is later gekomen, van dat werk van deze man. Van Uffel is hetzelfde verhaal, het is eigenlijk een verhaal van vinden van archieven. Want eigenlijk was het Designmuseum eigenlijk niet opgestart als idee van architectuurarchieven, maar je kunt stellen archieven opsplitsen tussen meubelen en gebouwen is eigenlijk waanzin. Waardoor uiteindelijk die archieven bij elkaar zijn gebleven, waardoor uiteindelijk dit museum de archieven heeft van Geo Hendricks, maar ook van IJsseling en van Uffel. Ik heb gekozen voor twee objecten, een meubeltje van Albert van Uffel. Albert van Uffel, die man was met een grote sensibiliteit voor materiaal, stoffen. Het is niet toevallig dat hij door de grote Harry van der Velde is geïnviteerd geweest om leraar te worden in La Cambre. Niet voor architectuur, maar voor toegepaste kunsten. Een man met een uitermate grote gevoeligheid voor kleur, compositie enzovoort. Het is belangrijk om dat even te situeren, want die van Uffel werd altijd maar gecombineerd met het aspect van de Basiliek van Koekelberg. Het andere object dat ik gekozen heb is een trolley, een soort wagentje dat IJsseling ontworpen heeft in 1932 van een hoge kwaliteit. Ik zou zeggen, als je dit vergelijkt met wat de grote Walter Gropius voor Tournai gemaakt heeft, wel ik kan zeggen, IJsseling is een stap hoger dan Gropius. Siza is voor mij een zeer fascinerende figuur. Waarom? Omdat hij op reis gaat met een sensibiliteit en niet met een schriftuur. Ik zou zeggen, ik kan een gebouw maken die een Belgisch gebouw is, die geënt is in Nederland of in Duitsland. Ik zou zeggen, dat is eigenlijk de grote kracht van Siza, dat hij een grote sensibiliteit en ook een soort plasticiteit bezit, die niet extravagant is tot een Gehry of een ander of Calatrava, maar eigenlijk telke malen op zoek gaat naar de spirit, de geest van de plek en daardoor mee eigenlijk een toont dat geschiedenis ook, en zijn kennis van de geschiedenis niet onaardig, om dit te integreren, want hij zegt altijd, creatie is het transformeren wat reeds bestaat en dat vraagt ook intelligentie, denk ik.